Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom bij dit webinar over ontwikkeling. Daar gaan we het vandaag over hebben. En bij mij aan tafel zitten twee fantastische gasten om het daarover te kunnen hebben. En ik ga ze aan jullie voorstellen. Je hoorde er al één, Mario Kieft en Tessa van Erp. Fantastisch dat jullie er zijn. Tessa, vertel even, wie ben je en wat voor werk doe je? Ja, nou, ik ben Tessa van Erp. Ik ben communicatieadviseur, of eigenlijk adviseur breincommunicatie bij het bureau Nieuwe Wending in Deventer. En vanuit dat bureau doe ik verschillende opdrachten op het gebied van communicatie en gedragsverandering. Onder andere voor gemeenten, zoals ook bij Zwolle, waar ik vandaag wat over ga vertellen. Maar ook bijvoorbeeld bij netbeheerders en andere maatschappelijke organisaties. Ja. Ja, fantastisch. Fijn dat je er bent. En naast jou, we hoorden me al eventjes, zit Mario Kieft. Yes. Mario, vertel eventjes, wat voor werk doe jij precies? Ik doe twee dingen, maar mijn hoofddoel is eigenlijk met mensen bezig, menselijk gedrag bezig zijn. En dat doe ik als docent bij de Open Universiteit. En het leuke daarvan vind ik dat zijn dus allemaal mensen die volwassen zijn en studeren. Dus ze moeten overal onderzoek doen. En daar halen we heel veel informatie uit over hoe dingen gaan in organisaties en vooral publieke organisaties. Mm-hmm. Dus dat triggert mij heel enorm. En als je vraagt wie is Mario? Ik heb hier een paars bandje en daar staat Bruce Springsteen op. Ik ben een enorm Springsteen fan, dus ik ben net naar Belfast geweest. Oh, en het interessante voor mij is, als je het hebt over inspiratie bijvoorbeeld, van dat hij zo geïnspireerd is en daarmee ook mensen meekrijgt. Dat echte leiderschap tonen en zo. En hoe werkt dat dan precies? Ja. En eigenlijk kan ik helemaal niet zo goed tegen verandering. Dus ik dacht altijd van, hoe gaat dat dan? En dan, voor je het weet, ga je daarin verdiepen en krijg je daar steeds meer informatie over. Ja. Dus ik ben eigenlijk zo'n zoektocht van, wat doen mensen en waarom zeggen ze ja en doen ze dan vervolgens soms nee? Super. En mensen zouden je misschien ook nog kunnen kennen omdat je in een band speelt, toch? Nou, ja, dat zullen er niet zoveel zijn. Okay. Maar inderdaad, ja. Ja, nee, ja. Ik ben, en spelen jullie dan ook muziek van Bruce Springsteen? Ja, nou, dat is eigenlijk een no-go. Dan moet je het echt gewoon goed naspelen. En, het is trouwens wel leuk. Hij heeft 350 liedjes of zo, weet je, of wel meer. Maar die band weet exact op de manier waarop hij aftelt, van 1 tot 4, hè, van welk nummer er komt. Oh, dat is toch leiderschap? Over leiderschap gaan we het volgens mij vandaag ook nog wel even hebben. Sorry. Ik ben in eerste instantie wel benieuwd, wat is nou eigenlijk jullie persoonlijke drijfveer? Waarom zijn jullie zo gefascineerd door dit onderwerp? Mag ik bij jou beginnen, Mario? Ja, net wat ik zei, ik kan eigenlijk zelf niet zo goed tegen verandering. Ik vind dat ook helemaal niet zo leuk. En toen dacht ik ook van, hoe gaat dat dan? Wat drijft mensen dan om het wel of niet te doen? En welke dynamieken zitten erachter? Welke sociologische aspecten? Welke psychologische? En daar ben ik mij langzaam in gaan verdiepen. En voor je het weet dan opeens geef je de les in, hè? Ja, nou, en we gaan straks al die lessen van jou proberen we gewoon in dit uur eruit te krijgen. Wat is voor jou de drijfveer, Tessa? Nou, ik denk vanuit mijn achtergrond communicatiewetenschappen krijg je heel veel mee over sociale psychologie. Dus ik vond dat heel interessant. En ik zag in de praktijk dat het toch best vaak wel snel naar middelen wordt geschoten of oplossingen. En wat mij heel erg drijft is om echt eerst te kijken van wat speelt er nou eigenlijk echt? Welke factoren liggen nou eigenlijk aan ten grondslag dat mensen wel of niet in beweging komen? En hoe speel je daarop in? Dus dat is wel echt wat ik heel interessant vind als het gaat om communicatie en gedrag. Nou, dan gaan we eerst eens even lekker de theorie met jullie induiken. Want Mario, wat is nou eigenlijk veranderen? Hè? Wat moet je nou wel doen en wat moet je nou niet doen? Nee, jij begon al inderdaad met moeten. Hè? En dan, dat is echt zo'n een trigger voor mij. In het kader van heel veel van de veranderkunde, de traditionele veranderkunde, gaat er ook over van welke stappen moet je doorlopen om mensen mee te krijgen of om zaken gerealiseerd krijgen. En eigenlijk het onderzoek wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, gaat er veel meer om van niet hoe het moet, maar hoe het gaat. Want als je onderzoek doet naar hoe dingen gaan, krijg je inzicht in wat drijft dan die professionals. Dus wat geven zij als het ware terug, hoe zij vinden dat het gaat. En dat geeft heel veel lucht om anders, als het ware op een andere manier te kijken. En kijk, als we simpele antwoorden hadden in de veranderkunde, hadden we perfecte organisaties. Dus dat is er niet. Maar je hebt wel, en dat is zo kijk ik eigenlijk naar ons vakgebied, je hebt verschillende perspectieven om te kijken. En afhankelijk van hoe je kijkt, krijg je andere dingen te zien. Ja. En daarmee ook, en daar hoort een taal bij. Bij elk perspectief hoort een taal. En ik weet niet of je me die tijd gunt, maar in ons vakgebied heb je eigenlijk twee dominante perspectieven. Het een is het mainstream management denken. Dat gaat er heel erg over dat managers eigenlijk de baas zijn, meer waarheid hebben dan anderen. En dus mogen ze meer zeggen. De helikopterview hoort erbij. Maar ook het idee van het ontwerpen van een plan en het uitvoeren. Stippen op de horizon zetten. Ja. Missies, visies formuleren. Ja. Dat zit heel erg in het mainstream denken. En daar zit een perspectief tegenover. En dat noemen we eigenlijk het sociale complexiteitsperspectief. En dat gaat er veel meer over van, maar wat gebeurt er nou in het hier en nu? In onze interacties met elkaar. En daar hoort eigenlijk het verhaal bij dat mensen betekenis geven. Mm-hmm. En dat doen ze met elkaar in groepjes die ze vertrouwen. Een soort informele netwerkjes. En dat is eigenlijk, wij hebben daar de term on- en off-stage gedrag voor. Het on-stage gedrag is het gedrag dat we vertonen als er bazen bij zijn.
in formele settings, vergaderingen. En offstage gedrag is gedrag wat mensen vertonen bij het koffieapparaat. Ja. Of als ze in de lunchpauze een beetje rondlopen. En dan hebben ze het over dingen die ze echt belangrijk vinden. Ja. En die gesprekken, ik had gisteren al managers waarmee in gesprek. Ik zei van, wat waren de gesprekken die je vroeger had toen je nog gewoon mens was? En geen manager, weet je wel? En dan zeg ik, ja nee, ik hoorde inderdaad wel andere dingen dan dat ik nu hoor. Ja. Dus, maar in dat denken, dat tweede denken, dat sociale complexiteitsdenken, gaat het heel erg over het nu. Het gaat niet over plannen voor de toekomst, mm-hmm, en stippen op de horizon. Maar wat doen wij hier en nu? Want organisatieontwikkeling in dat perspectief is, als wij in gesprek zijn, dan ontwikkel ik mij, ontwikkel jij je. En dan doe ik misschien andere dingen. En dat is eigenlijk het begin van de verandering. Ik vind het wel een mooie dat je dat zegt. Vaak ook wel een mooie tip. Als je iets presenteert over verandering in organisatie, in een setting, in een meeting, in een vergaderruimte. Hoe mensen daar reageren, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Je moet daarna eigenlijk even naar de koffieautomaat lopen en dan even wat gesprekken of mengen met mensen in gesprekken van wat zeggen ze nou eigenlijk echt onder elkaar in dat informele netwerk inderdaad. Ja. En dan ga je pas echt horen hoe mensen erin staan. Want je kan wel ja zeggen, maar het vervolgens ook niet doen. Maar dan krijg je dus het verhaal van control. Hè? Dus van dat de manager zegt, nou ja, maar we gaan het zo doen. En dat vind ik heel belangrijk en zo. Ja, maar wat is het gedrag van mensen? Gaan ze het vervolgens ook doen of niet? Mm-hmm. En dat is natuurlijk een interessante waar we heel veel in verandering en ontwikkeling mee te maken hebben. We doen een veranderd traject starten. We gaan, en dan vervolgens, ja, dan werkt het maar deels uit. Of mensen gaan het half doen of niet doen. Het punt is dat mensen dat heel vaak framen vanuit het dominante perspectief als weerstand. Ah ja, dus we hebben iets verzonnen. Het is goed dat je dat roept, want we krijgen veel vragen al, hebben we al van tevoren, maar die komen nu ook binnen over weerstand. Van hoe ga je dan met weerstand tegen zo'n verandering om? Dus nou ja, goed. Schop het maar meteen. Ik denk dus als je vanuit verschillende perspectieven krijgt, daar hoort ook een taal bij, concepten. Ja. En het weerstand is een term die hoort in dat eerste mainstream denken. Namelijk, dat zegt eigenlijk, wij noemen dat een asymmetrisch begrip. Hè? Dat je hoort bijna nooit een medewerker tegen die manager zeggen, je zit in de weerstand. Dat is iets wat een manager zegt tegen, hè, die is de hei op geweest met een groep, ik chargeer even. Ja. Ze zijn de hei op geweest, hebben een plan bedacht, gaan ze een organisatie uitrollen. En vervolgens denken ze, verrek, mensen doen niet wat we hebben afgesproken. Of ze vinden het niks. Dat is weerstand, dat moeten we managen. Maar dan zeg je eigenlijk van, mijn waarheid is meer waar dan jullie waarheid. En op het moment dat je dat constant, dan creëer je de weerstand per direct, laat maar zeggen. Ja. In dat tweede perspectief, het complexiteitsperspectief, ontwikkelen mensen in die groepjes van hun vertrouwensgroepjes allemaal realiteiten die voor hen zelf rationeel zijn. Dus in dat tweede denken zeggen wij altijd, ieders waar is waar. En dat betekent dat als ik, wij noemen dat monovocaal zenden, hè, dus als jij als managementteam zegt van nou, dit willen we gaan doen, dan ontstaat er altijd een polyvocale reactie in het landschap. Namelijk al die groepjes die reageren op hun manier. Kan je er eens een voorbeeld van geven? Hoe werkt dat dan? Wij noemen dat betekeniswolken. Ja. En een van die dingen is bijvoorbeeld van, nou, er komt een traject binnen, we gaan reorganiseren. Nou, er is een groep die zegt enthousiast en die zegt van, hey, dat is kansen voor ons. Er zijn ook mensen die werken er al 30 jaar, die zeggen, ah joh, je moet gewoon even bukken. Ja. En dan gaat het wel weer over. Waait wel over. Of de mensen zeggen, nou, weet je, zolang de ICT niet op orde is hier, of de basis op orde, als die niet op orde is, dan gaan we überhaupt niks doen. Ja. Dus je ziet dat er allerlei betekenissen zijn. En dat mensen dus op basis van hoe ze er nu in staan, want dat hebben ze uitgedeeld met hun vrienden, dat ze het zo reageren op wat er op hen afkomt. Ja. En op het moment dat ik dat als weerstand betitel en niet als een realiteit die voor hen rationeel is, ja, dan creëer je het per direct. Dus die term weerstand vind ik een hele lastige. Ik zou hem dus niet snel gebruiken, mm-hmm, maar hij past in ieder geval in dat eerste perspectief. In het tweede perspectief zou je eigenlijk dus zeggen, wel, ieders waar is waar. En het helpt dus heel erg om te onderzoeken. En wat jij ook zegt, van bij het koffieapparaat, maar ook van elkaar. En dus ook, nou, wij zeggen in dat tweede perspectief, er zijn drie ontwikkelpunten of drie elementen die staan voor ontwikkeling. Dat is connectiviteit. Mm-hmm. Je moet verbonden zijn met elkaar. Want als je niet verbonden bent, dan blijf je in je eigen netwerkje zitten. En daar heb je het allemaal al uitgedeeld. Dus mm-hmm, daar zit geen ontwikkeling in. Dus, connectiviteit is één. Dat is één. Ja. Variëteit is twee. Namelijk, als wij consensus hebben met elkaar, dan zit er geen ontwikkeling in. Mm-hmm. Als de neuzen dezelfde kant op staan, dan zie je driekwart van je omgeving zie je niet. Er is wrijving nodig eigenlijk. Ja, nou ja, wrijving, ja. Of in ieder geval, ik zou het variëteit noemen. Okay. Nee, maar zo van, wij leren pas van elkaar. Op het moment dat jij tegen mij zegt, nou, maar dat moet je zo, dat zie ik zo. En ik dacht, hoe kan dat, joh? Maar dan word ik getriggerd. En de derde voorwaarde voor ontwikkeling, dat noemen we eigenlijk het faciliteren van die interacties. Want je kunt mensen wel bij elkaar zetten met verschillende meningen, maar als dat gedoe wordt, ja, dan werkt het niet. Dus hoe faciliteer je nou op een goede manier de dialoog, laat maar zeggen, tussen verschillende variëteiten? En ik denk dat dat de essentie vanuit dat perspectief, tweede perspectief, op managen is. Dat managen is, hoe faciliteer je nou goed
zeg maar, interacties tussen je mensen. Mag we gaan het over dat manager gaan we zo. Ja, je mag zeker iets aanvullen. Manager gaan we straks nog even. Want, dus dan komen die drie termen vast nog eventjes terug. Want er komen veel termen over tafel. We proberen ze ook voor jullie te herhalen. Maar reageer inderdaad nog even, Tessa. Ja. Ja, wat ik ook denk, en dat hoor ik in jouw verhaal ook terug. Iedereen heeft zijn eigen betekenis, ontleent er eigen betekenis aan. Maar je moet, als je het over organisatieverandering hebt, is dat heel abstract vaak. Hè? Dus je zegt stip aan de horizon. Het gaat voornamelijk volgens mij vaak mis dat die doorvertaling naar wat betekent dit voor jouw werkpraktijk, dat vaak niet helder is. En dan wordt heel snel geroepen, er is gedoe, er is weerstand. Ja. Maar vaak is het gewoon helemaal niet duidelijk. Dus ik beaam heel erg wat jij zegt. Ga juist ook kijken, wat voor betekenis ontlenen zij aan dat grotere verhaal? Welk stukje leveren zij daarin? Eens, maar dan zou ik erop aan willen vullen dat een groot deel van die veranderde trajecten, die zijn abstract. Ja. Die hebben geen concrete doelen of gewoon concrete items. En dat is misschien wel de bedoeling. Zoals Cruijff volgens mij ooit zei van, als ik wilde dat jij mij begreep, had ik het wel simpel gezegd. Ja. En het punt is, ik denk dat heel veel veranderde trajecten niet de bedoeling hebben om helder te zijn. Die zijn in abstracte managementtaal geschreven, zodat iedereen het ermee eens zou kunnen zijn. Weet je wel? Missies, visies, abstracte PDCA, cycli. En misschien, daar gaan we het vast nog over hebben, maar een groot deel van die trajecten zou best eens voor de bühne kunnen zijn. En daar hebben we al onderzoek naar gedaan. Dus okay. Ik weet niet of we het daar over gaan. We willen natuurlijk ook nog gewoon eventjes naar de praktijk. Ik wil graag aan jou vragen om nog één keer even de namen van die twee theorieën te herhalen. Ja, dus dat zijn geen theorieën. Het zijn perspectieven op kijken. En het ene is het mainstream management denken. Mainstream management denken. Ja, en dat zou je kunnen zeggen als heel erg gericht op controlling en beheersing. Yeah. En op plannen maken. En de tweede, dat noemen we het sociale complexiteitsdenken. En dat gaat eigenlijk over van, er zijn helemaal geen organisaties, er zijn mensen. En alleen maar mensen die met elkaar in interactie zijn. Ja. En één ding wil ik daarover zeggen, als dat mag. Er was een gemeentesecretaris en die zei, en dat gaat even, dat geeft de perspectief weer, van die tweede perspectief. Die zei, ik zit in 2% van de gevallen zit ik eigenlijk aan tafel. En voor de rest zijn al mijn mensen de hele dag met iedereen met elkaar in gesprek, dingen aan. De ontwikkeling is overal. Ja. En ik ben dus helemaal niet in controle. Ik breng wel mijn triggertjes af en toe in en ik kijk wat er gebeurt. Maar ik weet helemaal niet, weet je wel, en dat is nou een mooi voorbeeld van het tweede denken. Ja. Van alles gebeurt ook zonder dat jij daar controle op hebt. Ja, want een van de vragen die ook binnenkwam bij ons was, waarom, je noemt nu een gemeentesecretaris, maar waarom zijn gemeentes eigenlijk continu in verandering? En hoe ga je daar dan mee om? Ja. Een vraag die veel gesteld is. Ja, dus ik denk dat het een groot gevoel is. Daar hebben we toevallig onderzoek naar gedaan. Ja. Nee, wat wij vonden is, kijk, wij denken in dat mainstream denken heel erg vanuit effectiviteit en efficiëntie. En hoe kunnen we dingen verbeteren? Van hier naar beter. Wendbaarder worden. Mm-hmm. Vakman 3.0. Opgavegericht werken. Nou, integraal werken. Integraal werk. Al die dingen van hoe gaan we van hier naar beter. Scrum en agile en dat soort dingen. Precies. Allemaal van die. Ja. We hebben onderzoek gedaan en wat wij vonden was, gemiddeld zijn er in gemeenten 25 veranderde trajecten tegelijkertijd. Gemiddeld. Gemeente hoort ja, 25 tegelijk. Ja. Als je bijvoorbeeld alleen vanaf 2012 zijn er in Amsterdam tot 2020 zoiets van 115 reorganisaties geweest. Dus op een of andere manier is er blijkbaar een reden om heel veel met verandering bezig te zijn. Ja. Nou, wat wij vonden was dat het heeft te maken met het idee van legitimiteit. De gemeente gaat niet over effectiviteit, maar ze moet legitiem gevonden worden door alle belanghouders. Dat zijn burgers, maar dat zijn ook inspecties, misschien andere overheden. Er zijn allemaal belanghouders. En de gemeente kan nooit alles doen wat van hen gevraagd wordt, tegelijkertijd. He, wat wij al net al even over de burger centraal zetten. Ja, maar hoezo de burger centraal zetten? Als ik naar mijn linkerbuurman en rechterbuurman thuis kijk, dan denk ik van, nou, dat is al een wereld van verschil. Ja, er is niet één burger. Nee, je kunt dus de klant ook niet centraal zetten, want daar kun je niet op organiseren. Nou, wat wij vonden uit dat onderzoek is dat legitimiteit eigenlijk het allerbelangrijkste is. En dat we dus een aantal strategieën in die organisaties hebben ontwikkeld om daarmee om te gaan. En één daarvan is het starten van een verandertraject. Want dan hoef je niet wendbaar of, wat zei je net, van opgavegericht of Integraal. Integraal hoef je niet te zijn. Maar je kunt zeggen, we zijn ermee bezig. Ja. En daarmee dus legitimeren. Dus, en je haalt het weg van het hier en nu. Want je zegt, de stip op de horizon, dat is een positieve stip. Ja. Daar worden mensen heel vrolijk van. Wij vonden bijvoorbeeld ook dat er heel weinig geëvalueerd wordt. Dus in Amsterdam, wat ik zei, die 115 reorganisaties, daar zijn er maar 4 geëvalueerd. En dat heeft ermee te maken dat er dus ook helemaal geen evaluatiecriteria worden bedacht, omdat het niet de bedoeling is. En dan kom je eigenlijk op de essentie van het onderzoek. Een groot deel van die onderzoeken heeft helemaal niet de bedoeling om echt te veranderen. Ja. Maar die zijn er voor de bühne.
die zijn er om te laten zien, wij zijn goed niet bezig. Niet zo'n groot deel van die onderzoeken, maar een groot deel van die veranderingen. Groot deel van die verandertrajecten. Ja. Die hebben een bühnefunctie. Die zijn er voor externe educatie en niet voor interne ontwikkeling. Zo hoort u dat, want misschien... Desillusioneerd verlaat iedereen het hebben, denk ik. Dat is ook wat er vaak... Ik wil er een vraag over stellen die binnenkomt. Want, en dan kunnen we ook daarna door naar de praktijk. Hè, want daarvoor zit Tessa ook aan tafel. Maar we hebben een vraag van Peter trouwens. Dank voor je vraag. Heb je ook vragen op de chat? Stel ze vooral. Want die zegt... En die heeft hier misschien wel een beetje mee te maken. Hoe kan je nou als medewerker het beste je invloed uitoefenen... wanneer er weer een verandering uitgerold wordt? Welk startpunt kun je nou het beste kiezen als medewerker die dit overkomt? Hè? Je bent... De 13e reorganisatie komt over je heen. Ja. Nou, wat is, moet je startpunt zijn? Nou, daar zijn een heleboel antwoorden op mogelijk. Maar de eerste begint ermee, waarom zijn wij allemaal een bureaucratie? Dus wij kennen in Nederland bijna alleen maar bureaucratieën, terwijl we er ook over klagen. Maar de bureaucratie biedt heel veel ruimte om daarin je autonome plek te pakken. Autonome professionele ruimte te pakken. Kan je dat uitleggen? Doordat wij zeg maar een bureaucratie is ingericht in vakgroepen of in afdelingen, maar ook in een soort verticale indeling. Mm-hmm. En die maakt het mogelijk om te ontkoppelen. En ontkoppelen wil eigenlijk zeggen van elke afdeling heeft een doel om een deel van de externe omgeving te legitimeren. He, dus bijvoorbeeld de bestuurder aan de top, die is bezig met allerlei belanghouders en moet zijn handen vrij houden. Daaronder zijn mensen dus bezig in afdelingen om allemaal stukjes te legitimeren. Als je bijvoorbeeld de gemeente kijkt, het fysiek domein, daar zitten mensen die bezig zijn met vastgoedexploitanten en de woningcorporaties. En die geven legitimiteit aan dat stuk, aan die belanghouders. En dat gebeurt dus overal in die bureaucratie. En daar zit dus ruimte om zeg maar je eigen ding te doen. En waar het dus begint is door al in de bureaucratie te werken. Maar twee, denk ik dat het heel erg helpt om te zeggen van hoe kan ik mijn netwerk vergroten? He, dus waar zitten nou mensen om me heen die net zo erin zitten als ik? Mm-hmm. En kan ik mij daarmee verbinden? En eigenlijk zien wij, en we zijn dat veranderfonteintjes gaan noemen, dat er een heleboel mensen zijn met allemaal ideeën. En die hebben niet een visie van daar moet het heen, maar meer zo van zoals nu gaat het niet oké. Dat kan beter. Je hebt er ook een plaatje over meegenomen, over die veranderfontein. Ja, dat is een plaatje. Maar even, dus de organisatie zitten allemaal mensen die met ideeën hebben van dit kan anders. En die gaan om hen heen zoeken naar netwerk. Ja. En dus ik denk dat het heel zinvol is als medewerker om te kijken waar kan je aansluiten bij datgene wat past bij jouw visie. Ja. Wat bij jou aansluit. We zien op dit plaatje zien we dus een plaat met... Ik zie daaronder een soort landschap. Ja, met allemaal verschillende fonteintjes erop... die op een andere manier met het water... Daar kan ik wel iets over vertellen. In dat onderzoek bleek... Ik vertelde net al dat er heel veel verandertrajecten tegelijkertijd zijn. Dus wij zien dat eigenlijk als de machtszee. Ja. En dat die trajecten eigenlijk allemaal tegelijkertijd strijden... om tijd, geld, middelen. Soms verliest zo'n traject het weer. En dan komt er iets anders. Ja. En dus dat gaat als het ware als golven over elkaar heen. En daartussendoor heb je dus de veranderfonteintjes... die eigenlijk zeggen, wij hebben een goed idee. Ja. Nou, en wat we nou zien, en zo hangt dat eigenlijk samen... dat die bühnetrajecten waar ik straks over sprak... die hebben wel een functie, niet om intern te veranderen... maar wat die veranderfonteintjes doen... die hangen hun ideeën als het ware in wat op dat moment sexy is. Dus die hangen als het ware hun idee in zo'n kapstok van een bühnetraject. He, dus als we het dan hebben over de Professional 3.0... ik heb een idee wat perfect zou passen bij. En zo creëren ze intern zeg maar draagvlak om hun ideeën verder te brengen. Maar het is eigenlijk een soort machtsstrijd. Ja. Dus jij zegt vooral invloed uitoefenen door zelf te kijken... waar zit de energie, met wie kan ik samen optrekken... ideeën aan te dragen bij hogere lagen. Dus benut die bureaucratie. Maar desnoods ook eromheen te gaan. Je ziet dus, wij zagen heel veel dat die veranderfonteintjes... ook gewoon om hun management heen gaan. Ja. Of dat ze de publiciteit zoeken... We hebben heel veel theorie nu behandeld. Ja, en ik vind het ook leuk om eventjes naar de praktijk te gaan. Ja. Dus we gaan naar jou, Tessa. Kan je uitleggen hoe... We gaan straks naar jouw concrete project. Maar als jij een verandering aanpakt, waar begin je dan mee? Hoe pak je dat aan? Nou ja, ik denk dat het heel goed is om te kijken naar de verschillende onderdelen... waar je op in moet spelen bij verandering. En bij Nieuwe Wending gebruiken we heel graag de metafoor van het boek Switch... van Chip en Dan Heath. Die zie je nu ook op de afbeelding als het goed is thuis. Ja, want we zien hier een afbeelding van een silhouet van een olifant... waar bovenop iemand zit, een berijder... en die gaat door een mooi landschap heen. Nou, vertel, wat wil je hiermee vertellen? Ja. Ja, nou dat laat eigenlijk zien dat er drie onderdelen zijn... waar je op in moet spelen bij gedragsverandering. Je hebt de metafoor zoals volgt. Je hebt de berijder, die zit op de olifant. Dus die stuurt de olifant aan.
En de bereider die staat voor het rationele brein. Dus die kan je echt duidelijke instructies geven. Die moet je aansturen. Nou, jij moet die en die stappen zetten om bij de eindbestemming uit te komen. En de eindbestemming is hierin dus metafoor voor het gewenste gedrag. Ja. Maar die bereider zit dus op die olifant. En dat is natuurlijk best een groot logdier moeilijk in beweging te krijgen. En dat is heel mooi, staat het ook symbool voor het emotionele brein. Want wij denken wel dat we heel veel rationeel doen, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Wat onder de oppervlakte speelt, dus emoties, intuïtie, dat wat, heeft heel veel... Wat we bij de koffieautomaat bespreken precies, met elkaar bijvoorbeeld. Precies, ja, 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 dat ja, heeft eigenlijk veel meer invloed op onze keuzes en ja, of we uiteindelijk meebewegen of niet. En een andere, dus de laatste die je ziet is de omgeving. Dus eigenlijk het pad waarop dus die bereider en olifant overheen gaan, op weg naar dus het gewenste gedrag. Nou ja, is de omgeving heel hobbelig of staan er veel dingen in de weg om het gewenste gedrag uit te voeren? Dus maakt de omgeving het wel of niet makkelijk om de gewenste kant op te bewegen? Dus is een organisatie zo ingericht dat je ook daadwerkelijk dat gedrag kan uitvoeren? Ja. En daar kun je eigenlijk alle gedragsveranderingsvraagstukken heel mooi visueel in maken. Gaan we hem concreet maken? Want je hebt bij de gemeente, voor de gemeente Zwolle hebben jullie een traject gedaan. Leg even uit waar dat traject over ging, wat jullie opdracht was en hoe je dit dan hebt toegepast. Ja, mooie vraag. Nou, er was een motie bij de gemeenteraad in Zwolle. Ik zat toen als interim adviseur in team communicatie sociaal domein. En de motie was als volgt. De gemeenteraad zei, nou, de regelingen, dus de inkomensregelingen voor mensen die dus een laag inkomen hebben of een uitkering ontvangen, die worden te weinig aangevraagd. Dus niet iedereen die daar recht op heeft, maakt daar gebruik van. Wij als gemeenteraad vinden dat er een gids moet komen, zodat het bekender wordt. Dus er stond al in de motie, er moet een gids komen. Ja, ja, okay. Die is toen aangenomen. Dus ja, vervolgens ambtenarij gaat daar dan mee aan de slag. Heb ik samen met collega's ook gekeken, hoe gaan we dan op die motie reageren? Want als je kijkt naar die metafoor, dan zit informatie zenden of het delen van kennis over die regelingen heel erg op dat rationele brein. Ja. En daar valt ook echt wel wat voor te zeggen, want uit onderzoek blijkt ook dat veel mensen ook niet weten dat ze daar recht op hebben. Met name mensen die dus werken, dus de werkende arme groep. Vind ik een nare term, maar het is wel, zo wordt het in beleidstermen vaak genoemd, denk ik de managementtaal waar jij het over hebt. Ja. Dus daar valt zeker iets voor te zeggen om daarop in te zetten. Maar daarmee geef je nog niet gehoor aan het emotionele brein of aan het pad. Want als je kijkt naar het emotionele brein, nou ja, gezien de toeslagenaffaire is toch echt wel meer wantrouwen richting de overheid. Met name als het gaat om regelingen, toeslagen. Dus dat speelt onder het oppervlak. Daar spelen allerlei andere dingen die niet in dat rationele plaatsvinden. Precies. Ja. Angst voor het terugbetalen van regelingen. Dat mensen denken, ik vraag het verkeerd aan. En ik word uiteindelijk op beboet. Ja. En de omgeving. Nou ja, er zijn ontzettend veel regelingen. Allerlei potjes, volgens mij iets van 15 al in Zwolle. Waar je elk weer een eigen aanvraagformulier voor hebt. Hmm. En bewijsstukken die moeten worden aangeleverd. En een heel complexe juridische taal. Oh, dus ja, ook nog eens. Dus je moet echt op meerdere facetten in gaan zetten. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, hoe hebben we dat gedaan? Nou, we hebben toch wel gehoor gegeven aan die motie. We gaan wel een gids ontwikkelen. Maar daarbij wel gezegd, een gids is snel gemaakt. En om echt gedragsverandering, dus het bereiken van die eindbestemming, dus meer regelingen aanvragen, om dat voor elkaar te krijgen, moet je ook echt op dat emotionele brein en uiteindelijk ook op die omgeving gaan inzetten. We hebben dus echt gezegd, hè, dus eigenlijk mijn hoofdadvies hierin is, ga dit niet als gemeente in je eentje doen. Je bent, omdat er veel wantrouwen is richting overheid, vaak ook niet de beste afzender. Als je dat wel zou doen, dan ben je dus eigenlijk alleen maar met dat rationele brein bezig. Ja, voornamelijk. Vanuit die metafoor. Dan ga je vooral voorlichten, kennis overdragen van waarom is het belangrijk om regelingen aan te vragen, hoe doe je dat? Ja. Maar ja, dan ga je niet inspelen op die olifant. Nee. En om dat te doen, om er al wel op in te spelen, is het heel goed om te kijken naar hoe gaan we dat vertrouwen bijvoorbeeld vergroten. Nou, dat is bijvoorbeeld door echt gebruik te maken of te benutten, het expertise van partners te benutten. Woningcorporaties, versimpelteam wat we bij de gemeente Zwolle ook hebben. Ja. Maar ook, we hebben ook bijvoorbeeld de sociaal raadslieden. Dat zijn financiële spreekuren, die dus ook echt inwoners spreken. Die hebben we ook echt bevraagd van, zou zo'n gids helpen? Wat moet daarin komen? Die hebben uiteindelijk ook getest onder inwoners via de spreekuren. Dus we hebben dat heel erg benut. Waardoor zij eigenlijk al meegingen, wat jij zei ook eerder, op die positieve energie. Creëer zo'n informeel netwerk. Nou kan ik me wel voorstellen dat dat tijd kost. Want zeker, het is niet iets, die gids had je ook in een week kunnen maken misschien. Ja. Gewoon van achter kantoor, van achter een computer. Maar je moet je die tijd dus ook gunnen om dat hele pad met die olifant te kunnen bewandelen als organisatie. Ja. Nou, en die kregen jullie ook. Die kregen we ook en dat is heel fijn. Dus we hebben echt de tijd gehad om het te kunnen testen. We hebben een testversie gemaakt en die is dus onder inwoners getest. En ook onder het expertpanel van Gebruikers Centraal. En dat gaf gewoon ontzettend veel inzichten. Het was nog steeds, terwijl wij dachten dat het simpel geschreven was, nog veel te complex. Ja.
Dus daar konden we echt nog mee. Nog steeds, dat kwam dan uit die testen. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat is ook wat jij zegt over betekenis ontlenen en je eigen perspectief. Nou, je denkt vanuit je communicatiebubbel wel, oh, dit is B1 taalgebruik. Maar inwoners konden nog steeds helemaal geen chocola van maken. Dus... Nee, nou, daar hebben we al vaker in dit webinar over gehad. Dat B1 vaak nog helemaal niet zo begrijpelijk is. Dus je er nog veel meer voor dingen voor moet doen. Ja. Zeker, dus dat heeft heel veel opgeleverd. En wat we eigenlijk dus zagen, is dat iets heel kleins, niet heel grote verandering, maar het ontwikkelen van zo'n gids... er eigenlijk voor zorgt dat je zo'n informeel netwerk creëert... van allerlei partners in de gemeente die mee gaan denken. En al die interacties dus ook op gang brengt. Ja. Ja, en dat je echt een energie creëert van... oké, we hebben samen verantwoordelijkheid in het overbrengen van de inkomensondersteuning. Dat mensen dat kunnen aanvragen. Ja. Dus zo is eigenlijk dat balletje gaan rollen. En dat kost echt tijd. Maar dat hadden we nooit voor elkaar gekregen als we vanaf achter ons bureau... zo'n gids in elkaar hadden gedraaid en dat gewoon lukraak hadden opgestuurd naar organisaties. Dan wordt het waarschijnlijk op de plank beland. Ja. Die gids ligt hier nu. We gaan straks ook met iemand met wie je dat hebt ontwikkeld nog verder praten. Maar wat is nou een mooi succes waarvan je zegt van... ja, kijk, dat komt nou doordat we dit proces hebben gevolgd... is dit nu het resultaat in deze gids? Nou ja, heel concreet voorbeeld zou ik zeggen is... we gingen überhaupt al in gesprek met die sociaal raadslieden. Hè? Dus echt mensen spreken en op weg helpen als het gaat om inkomen... schulden, brieven lezen en helpen aanvragen. Die zeiden, ja, wat ons heel erg zou helpen bij zo'n gids... is als daar een afvinklijstje in komt... waarin je kan opschrijven, deze regeling op deze datum aangevraagd... bewijsstukken aangeleverd. Want mensen vergeten dat gewoon. Ja. En dan krijgen ze vervolgens nog een brief is van... Is dat iets waar je de hele dag mee bezig bent natuurlijk. Dus het is fijn dat het ergens staat. Je vergeet dat en vervolgens kan je bijvoorbeeld nog wel een brief krijgen... van, heeft u deze regeling al aangevraagd? Want het gaat naar het hele klantenbestand. En dan weten mensen vaak helemaal niet meer dat ze het hebben aangevraagd. Wat heel logisch is. Dus dat is nou een heel concrete aanbeveling... waarvan wij zelf denk ik nooit vanaf de gemeentehuis hadden bedacht. Inderdaad, ja, dat is misschien wat lastig te zien... maar er is dus een speciale pagina in jullie boekje met zo'n lijst gekomen... die er eerst misschien helemaal niet in had gezeten. Nee. Zeker. Vanuit dit hele traject, wat zijn nou jouw adviezen... als je kijkt van, nou ja, als je dan wil veranderen... als je er ligt zo'n motie, je wil zo'n traject... wat zijn dan de adviezen die jij kan geven aan onze kijkers? Ja, ten eerste dus echt neem de tijd, wat jij dus zei. Het kost echt tijd om zoiets van de grond te krijgen en ook... als je het hebt over grote veranderingen... want dit valt dan weer onder de opgave bestaanszekerheid... wat natuurlijk weer een hele grote opgave is... waar je als gemeente mee bezig bent... maak soms juist dingen heel klein. Dus vertrek vanuit een klein middel. En daar kan je dus juist energie op creëren. Waarbij we dus ook nu echt zien... want we hebben ook partners weer gebeld... van hey, helpt de gids jullie? Dat is ook weer dat evalueren, hè? Helpt de gids jullie? Mooi. Denk je dat inwoners meer uit de voeten kunnen? Zou je het volgend jaar weer willen ontvangen? En we kregen ook echt terug van... hey, nou, we hebben dit nu ontwikkeld met elkaar... maar wat kunnen we nog meer doen met z'n allen... om onze inwoners beter... Is dat ook waar jij het, Mario, over had... dat eigenlijk misschien de verandering niet ging... omdat die gids er uiteindelijk kwam... maar dat je dus een heel proces met elkaar... wat daarna wel blijvend is? Nou, dat denk ik. Dus mij wordt vaak gevraagd van... goh, waarom falen ze nou vaak van die trajecten? Nou, en dan kun je dus eerst zeggen... ja, misschien hebben ze helemaal niet de bedoeling om te slagen... maar tegelijkertijd kunnen ze dus allerlei nevenfuncties hebben. Dus het proces van het samen doen... vertrouwen creëren eigenlijk in elkaar van... goh, wij kunnen dus blijkbaar samenwerken... en afspraken worden nagekomen. Daar ontstaat een soort van... ja, congruentie in gedrag die voor vervolginterventies heel nuttig is. En dat vind ik altijd wel leuk. Van, we zijn drie simpele dingen. Van, je moet doen wat je zegt. Mm-hmm. Je moet het samen doen, dus in connectie. Maar nog veel belangrijker, en dat doen wij misschien veel te weinig... is zeggen wat je doet. Dus de hele tijd, continu als het ware op metaniveau... nu doe ik dit. En dat helpt dus ook wel bijvoorbeeld voor leidinggevenden... Ja. van veel meer zeggen wat je doet... In zo'n verandertraject. Overal. Daar kan je niet genoeg doen. Nee. Dat is heel simpels. En dat is hier dus ook... Je gaat weer terug evalueren. Mensen zeggen wat ze gaan doen. En dat gesprek en wat dat oplevert... moet je weer ook zou je bij anderen neer kunnen leggen... van die ook betrokken waren. Kijk. Ja. En daarmee creëer je een soort van... ja, een vliegwiel. Ja. Waardoor ook vervolg... interventies weer makkelijker gaan. Dus eigenlijk dat emotionele brein... we hadden het erover als het ging om regelingen aanvragen... Ja. maar we gingen juist, denk ik, ook bij die partners... inspelen op dat emotionele brein. Van, we doen dit samen, het ontstond positieve energie. Ja. We hebben nu echt gezien dus dat regelingen meer zijn aangevraagd... dat die boekjes ook echt stormlopen. Ja. Dus daar ontstaat bij hen ook iets. Er gaat ook een soort van spark ontstaan. En dat is heel mooi om te zien. Nou, prachtig. We krijgen daar ook een vraag over van Leonie. Die staat, en dat is een vraag aan jou, Tessa. Staat dat rationeel brein eigenlijk gelijk aan de bovenstroom... en het emotioneel brein aan de onderstroom?
Ja. Ik zie jou lachen, dus ik kom ook zo naar jou, Mario. Ja, ja, ja. Het steekt net hoe je het ziet, want ik denk dat je kan het over bovenstroom en onderstroom hebben. Maar ik denk dat het emotionele brein ook juist wel expliciet kan zijn. Het hoeft niet altijd onder de oppervlakte te liggen. Het kan juist ook zijn dat iemand dus, de term die net wel werd afgeschoten, weerstand, zit ook op emotionele brein. Ja. Dus bovenstroom, onderstroom, ik weet niet helemaal hoe die wordt bedoeld. Misschien maar toch iets anders, maar jij begon te lachen. Nee, ja, kijk, wat rationeel is of niet, dat in het ene perspectief wat ik zei, zou je kunnen zeggen, ja, dat zijn feiten. Of hè. In het andere perspectief, dan zie je dat er iedereen zijn eigen ratio's ontwikkelt. Dus wat is emotioneel en wat is ratio? Dat is in dat tweede perspectief is dat niet zo'n relevante vraag. Omdat wij vinden gewoon wat we vinden. En we vinden het zelf rationeel, omdat we het uitgedeeld hebben met de mensen die wij vertrouwen. Ja. En dus voor mij is die vraag ratio of niet, hè, of dat brein. Ik denk dat wij zijn vooral sociologische wezens die continu met elkaar betekenis geven. En daar loopt alles door elkaar. Het rationele brein en het emotionele brein als het ware. Dat is onderstroom, bovenstroom weer iets anders. Ja, maar dat is voor mij een term. Je hoort die termen wel heel vaak. Ja, maar die term hè? Is een abstractie die zeg maar geen recht doet, wat mij betreft, aan hoe het de specificiteit van hoe het in organisaties eraan toe gaat. Ja. Dat is namelijk in dat mainstream denken is dit de term de onderstroom. Ja. Net als de omgeving. Ja. De omgeving, daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan. Want die term, die staat, het gaat toch over allerlei belanghouders, stakeholders, allerlei mensen die van alles willen. En wij zeggen maar gewoon, ja, dat is de omgeving. Het is te generiek, bedoel je? Ja, want ik zou zelfs kunnen zeggen van hoe wij het begrip organisatie definiëren, definiëren we ook omgeving. Maar als je bijvoorbeeld de organisatie anders zou definiëren, namelijk je hebt een klant of klanten, daar doe je iets voor, je checkt of je dienstverlening goed hebt gedaan en je levert het ook nog aan die klant af. Waarom zit een klant eigenlijk niet in de organisatie? Ja. Dat is een kwestie van definitie. Ja. Maar als je de definitie verandert, verandert ook je begrip van omgeving. Ja. Dus wij maken het zo simpel allemaal in abstracte taal, waardoor we een heleboel dingen niet zien. Ja. En ik denk dat in de veranderkunde helpt het. En wat jij ook zei eigenlijk, het ontwikkelen, het expliciteren en taal geven aan wat we echt zien gebeuren. En dat concreter maken, waardoor het ook makkelijker is om dingen toe te wijzen. Ja. We hebben het ook altijd over de organisatie gaat die kant op. Nou, ik zie, of de lerende organisatie. Ik heb nog nooit een lerende organisatie gezien. Ja. We zien alleen maar mensen die leren. Maar we horen het wel. En een van de dingen die ik dus interessant vind, is ook bijvoorbeeld dat management altijd zegt, ja, we moeten dit. Ja, nee, we moeten. Hè. Ja. Er is een kleine groep die een bepaald belang heeft en een bepaalde kant op wil. Maar hoe zien wij dat nou in dat hele landschap? Ja. Ik vind het wel grappig als je dat zegt. Het gaat heel vaak bij gemeenten ook over de systeemwereld en de leefwereld. Ja. Maar eigenlijk zeg jij dat er intern ook een leefwereld is die weer losgekoppeld is van de gemeentelijke systeemwereld. Ja, precies. En die leefwereld komt natuurlijk uit van terug naar de bedoeling. Ja. Maar dan vanuit dat tweede perspectief over complexiteit is de vervolgvraag, ja, wiens bedoeling dan? Ja. Want iedereen heeft zijn eigen bedoelingen. We hebben nog iemand namelijk die ook met dit boekje met jou heeft samengewerkt. Want het gaat de laatste tijd best wel vaak, hè, over hoe we niet iedereen maar bereiken die recht heeft op schuldhulpverlening, waar je het net over had. En deze gids kan daar zeker een bijdrage aan leveren. En daarom gaan we nu naar onze online gast, Karin Vrugging. Daar ben je. Je bent medewerker van de huurincasso Woonstichting SWZ. Kan je zelf nog een beetje uitleggen wat voor werk je precies doet? Nou, ik ben dus Karin Vrugging, woningstichting SBZ, afdeling huurincasso. Dat betekent dat ik veel contact heb met huurders. Nou, met name huurders die een huurachterstand hebben. Mm-hmm. En dat betekent dat op het moment dat ik met ze in contact kom, dat ik kijk van nou, wat kan ik voor iemand betekenen? Moet er een betalingsregeling komen? Maar ook van ja, wat is de achtergrond van betalingsachterstanden? Oh ja. Nou ja, het gidsje is voor mij gewoon heel fijn, omdat je eigenlijk in één klap mensen dingen kunt duidelijk maken. Dus ik mail hem vaak mee, of in gesprekken komt hij te sprake. Ik doe niet heel veel huisbezoeken zelf. Dat doen wel de wijkconsulenten. Maar ik vind gewoon heel fijn dat je iets hebt waar gewoon concreet alles in staat, wat je aan iemand kunt overhandigen. En wat ik daarbij wel een beetje lastig vindt is inderdaad, kijk, wij zien natuurlijk de mensen die huurverlaging hebben gehad, daar weten wij van dat zij een laag inkomen hebben. En daar nou ja, kun je niet van uitgaan, maar denk ik dat wel iets meer bekend over ondersteunende regelingen. Maar juist inderdaad de mensen die werken, is het best lastig om de vraag te stellen van, goh, weet je inderdaad wel wat voor regelingen er allemaal zijn? Want niet iedereen is ervan gediend, terwijl je ze dat wel heel erg gunt. Ja, ja. Hoe is jouw organisatie nou precies betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit boekje? We noemen het eens boekje, zullen we het gewoon boek noemen? Helemaal ja, goed. Een boekje klinkt altijd zo alsof het een heel klein iets was, maar het is een hartstikke groot project geweest. Ja. Hoe zijn jullie betrokken geweest?
Nou, wij zitten als corporatie zitten wij bij meerdere overleggen waar bijvoorbeeld de gemeente bij zit, sociaal raadslieden, sociaal wijkteam. Nou, en Tessa die zat bij zo'n bijeenkomst en daar werd inderdaad dit aangekondigd en of wij wilden meedenken. Nou, dat hebben wij gedaan. Toen eenmaal de conceptversie er was, hebben wij input geleverd. En ook collega's die ernaar hebben gekeken, van gewoon kijken wij ernaar. Maar uiteindelijk is dat boekje er gekomen. En met dank inderdaad aan de ketenpartners in Zwolle, wie vindt daar wat van? Wat ik wel mooi vind, is wat ook al gezegd wordt, van ja, je kunt zelf wel een beeld bij hebben van hoe iets moet zijn. Maar inderdaad, B1, ja, wij lezen het vanuit ons eigen perspectief. En daar schort nog best wel wat aan, hoor. Want zoals wij het lezen, denk ik, ja, wel helder, duidelijk, weet je wel. Maar goed, de mensen met wie ik ook wel vaak te maken heb, die zeggen misschien wel dat iets duidelijk is, maar die begrijpen het misschien helemaal niet. Dus dan heb je het over B1, maar zelfs dat is misschien wel heel moeilijk om te begrijpen. Dus veel betrokkenheid bij het boekje, of boek. Ja. Nu inderdaad ook veel in de wijk. Mijn collega's die in de wijk werken, de wijkconsulenten, wat zij hebben gedaan. En dat vind ik wel heel mooi. En daar merk je ook dat er echt wel heel erg behoefte aan is. Zij hebben in de hoogbouwcomplexen een heleboel van die boekjes opgehangen. Was niet aan te slepen. Kwamen ze de volgende dag terug, alles weer weg. Dus je merkt wel dat er blijkbaar dus toch wel heel veel interesse is van bewoners. Van, goh, waar gaat dit eigenlijk over? Ja, want zie jij echt verschil nu jullie deze gids gebruiken of die in gebruik is? Zie jij verschil, ook in het aanvragen van regelingen bijvoorbeeld? Nou kijk, daar hebben wij natuurlijk niet zo heel veel zicht op, omdat het meeste via de gemeente loopt. Ja. Maar ik heb nog even contact gehad met Op Orde en ik vroeg van, goh, kunnen jullie nou ook inderdaad inzichtelijk maken dat er nu veel meer of contact is of aanvragen? Nou, en ik begreep wel dat bijvoorbeeld mensen kunnen tegemoetkomen krijgen aan de kosten voor sport voor hun kinderen. En dat daar heel veel meer aanvragen voor zijn. Dus dat is natuurlijk al een hele gunstige ontwikkeling. Maar voor mij, ja, ik heb daar niet zo heel veel zicht op. Omdat het natuurlijk het meeste via de gemeente of via... Dan ga ik het straks gewoon nog even aan Tessa vragen. Straks later in de uitzending, wat een succes was. Maar ik ben wel benieuwd, inspireert nou ook dit proces waarin het is gegaan en de gids zelf... inspireert dat ook jullie organisatie mogelijk tot meer verandering? Ja, nou, ontwikkeling. Ik vind het wel leuk, want ik heb toevallig een tijd terug heb ik een training gevolgd bij Taalpunt. Dat wordt gegeven hier bij de bibliotheek in Zwolle. En dat gaat eigenlijk om dat je taalvrijwilliger kan worden. Ik heb die training gevolgd, het was 4 bijeenkomsten. En ik moet eerlijk zeggen dat ik toch wel een beetje verbijsterd was over mijn totale gebrek aan misschien wel inlevingsvermogen voor mensen die toch wel lage basisvaardigheden hebben op financieel gebied en inderdaad op gebied van lezen en schrijven. En ik vond het wel mooi om daar nog verder op te gaan. Dus ik heb op een gegeven moment in het afdelingsoverleg wonen, heb ik daar samen met een collega een presentatie over gehouden, om toch ook inderdaad een verandering teweeg te brengen in hoe wij naar onze huurders kijken en dat je niet altijd van je eigen beeld moet uitgaan. En dan wil ik niet zeggen dat iedereen dat maar doet. Want ik heb natuurlijk hele fijne collega's. Heel goed. Wij begrijpen hier in de directe lijn toe naar precies wat jij bedoelt. Hè? Dat hoef je hier niet uit te leggen. Ja. En ik denk dat dat dus ook precies is waar we het steeds hier aan tafel over hebben. Dat we maken zo'n boek. We zijn bezig met een traject. En daar gebeuren allerlei dingen in. Allerlei interacties in. Waardoor weer andere veranderingen ontstaan. En met name die interacties die dan ontstaan. Ja, supermooi om dat te horen. Dank je wel. Alsjeblieft. Dankjewel voor je bijdrage en hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel. Misschien tot de volgende keer. Maar daar zie je ook het belang van hoe je verschillende partijen zeg maar, bij elkaar brengt. En daarmee verscheidenheid. Hè? Ik heb zo'n plaatje meegenomen over zo'n neushoorn. Laten we die eens even bekijken. Dat is een heel mooi plaatje. Ik moest er zelf erg om lachen toen ik het zag. Ja, dus we gaan even het plaatje van de neushoorn erbij halen. Die zal vast in beeld. Kijk, ja, daar is die. Wat we zien, kan je even omschrijven wat we zien? Die neushoorn die is aan het schilderen. Hè, dus die schilder, maakt schilderijen, maar overal ziet hij zijn eigen neus. Ja. En ik vind het dus wat hij ook schildert. En dat is eigenlijk zo mooi als je ook zo'n proces hebt, wat Tessa heeft gedaan. Dat je dus door die verschillende partijen en die variëteit aan tafel te zetten. Dat je als het ware dus niet meer alleen je eigen neus ziet, maar juist ook... op andere manieren kijkt. En dat is precies wat de dame ook zegt. We kijken vanuit ons eigen beeld naar wat er gebeurt. Ja. En juist ontwikkeling zit hem in de mogelijkheid om te variëren. Hè, om nieuwe dingen toe te laten. Ja.
En dat, dat voor mij is dat is dit. Het is even... wel een neus waar die prachtig kan schilderen. Ja, ja, zeker, dus, zeker. Maar dit is een plaatje. Precies wat Tessa zei. Heel betekenisvol. Je kan het heel mooi achter je computer opschrijven en doen. Maar ja, het is super betekenisvol plaatje. Ja. Mooi. Tessa, er is een vraag van Anna. Ja. Die vraagt namelijk: waarom is er eigenlijk gekozen voor een boekje in plaats van webpagina's? Nou, dat is wel een goede vraag. Dat kwam er eigenlijk oorspronkelijk dus vandaan dat die motie uitging van een gids. Ja. En we hebben wel echt ook gekeken van, ja, moet zo'n gids digitaal zijn of voornamelijk ingestoken op het papieren versie? En wij zagen wel echt ook uit gesprekken, of uit gesprekken bleek ook echt dat het meegeven van iets wel echt veel meer impact heeft of kan hebben dan iets naar een website verwijzen. Ja. En je zegt ook meteen meegeven, want daarin zie je dus ook meteen al dat er persoonlijk contact is. Waarin zeker dit wordt gegeven. En dat maakt natuurlijk ook een groot verschil, denk ik, Mario. Ja, dat is die connectiviteit. Ja. Hè? Die, dat zegt zij ook. Je gaat al langs, je geeft zo'n boekje. Ja. En dat geeft al de mogelijkheid om zo'n gesprek ook met elkaar veel makkelijker te voeren. Ja. Dus dat lijkt me wel. Maar je ziet natuurlijk vaak ook die druk en die verandering naar digitalisering toe. Terwijl toch dan in de praktijk blijkt dat mensen juist behoefte hebben aan iets fysieks. Ja. Interessant klopt. Is dat. Ja. We gaan door naar wat het eigenlijk dan voor het management betekent. Want je zal dit maar moeten managen, zo'n verandering of ontwikkeling. Ja. Hoe moet je dat doen? Wat kan je als de managers die kijken adviseren? Als het simpel was, en dus dan krijg je weer, wat moet je doen? Ja. Als het simpel was, hadden we het opgelost en hadden we perfecte organisaties. Ja. Dus ik denk dat het heel erg helpt om te bedenken van, bij elk perspectief krijg je bepaalde opties voor actie. En het mainstream bij ons denken is gewoon, hoe kan ik het beheersen en in controle houden? En hoe ga ik dat managen en een plan maken? En als dat op een gegeven moment soms af en toe niet lukt, hè, en waardoor je dan denkt, de mensen zitten in de weerstand of het gebeurt niet wat ik graag wil, dat het je soms helpt om zeg maar over te stappen naar een andere perspectief en eens te bedenken, wat geeft ons dat voor opties voor actie? En wij hebben het vaak over de management paradox. Je bent wel verantwoordelijk, maar niet echt in controle. Omdat je menselijk gedrag niet kunt bepalen. Nee. Je kunt wel denken, hè, dus de vraag, als iemand mij de vraag stelt, hoe moet ik de organisatie, of wat kan ik doen om het team aan te sturen, of hoe kan ik mijn mensen meekrijgen, dan, en dat noemen wij sleurhut management. Sleurhut management. Maar dan creëer je als het ware al dat je in een loop komt, dat jij aan het werk moet om andere mensen iets te laten doen. Nou, ik weet niet of jullie weten wat de reactie is. Als iemand gaat sleuren, dan is een heel veel voorkomende reactie van, zeg maar wat ik moet doen. Ja. Dus de rest gaat hangen. Ja. En zo ontstaat al heel snel het patroon. En ik zie dus ook meestal middenmanagers en projectleiders uiteindelijk overspannen worden, want die zijn aan het werk. En dan wordt natuurlijk ook, wij zijn heel goed in het, zeg maar, de ander het gevoel geven, jij bent verantwoordelijk. Jij bent toch manager, word je toch voor betaald? Mm-hmm. He, dus hoe kom je nou in dat patroon? Hoe raak je uit dat patroon? Ja, als manager, wat dan dat wel, jij verantwoordelijk hè? Bent. Ja. Hoe, wat dan wel? Wat mij betreft zou het heel veel te maken kunnen hebben vanuit dat perspectief kijkend naar hoe kun je met elkaar zaken verbinden. He, dus als ik het oppak, doe jij het niet meer. Ja. Maar als ik het niet oppak en het blijft er liggen, is het misschien wel een dood paard. Moeten wij daaraan willen trekken dan met elkaar? En tegelijkertijd, kun jij verantwoordelijk zijn voor het gedrag van andere mensen? Nou, ik denk het dus niet. Dus dat management misschien ook wel veel meer dat het nuttig zou zijn om meer te bedenken van, je bent wel verantwoordelijk voor je eigen handelen, maar niet per definitie voor het resultaat. Ja. Dus je kunt wel visies hebben, maar als gewoon die wil er niet is bij mensen, of mensen ervaren het echt heel anders, dan is volgens mij de basis heel erg van, ja, ga dan met elkaar maar eens heel goed dat gesprek aan. Wat voor visies zijn er allemaal op waar we hier naartoe moeten? En soms moet je misschien denken van, ja, ik wil wel die kant op, maar als dat er niet is, als de meerderheid van mensen dat gewoon niet zien zitten, gaan ze het niet doen. En het ergste is dat ze gaan meestribbelen en zeggen tegen jou, we gaan het doen, maar we doen het niet. Ja. En dat is wat wij natuurlijk veel in de praktijk zien. En dan moet je dus soms wel andere maatregelen treffen als je het toch echt voor elkaar moet krijgen met bijvoorbeeld wetmaatregelen. Wetgeving moet het misschien. Ja, dan is het moeten wel. Dan krijg je natuurlijk ook, zeg mij dan maar wat de kaders zijn. Ja. He, dus wij zijn natuurlijk. Dan komen de kaders weer. Want zonder kaders kan ik blijkbaar niet werken. Dus het is interessant. Soms moeten dingen gebeuren. Ja. Maar de praktijk is toch dat, wij noemen dat eigenlijk workshop toerisme. Dat dus medewerkers heel goed in staat zijn, die hebben geleerd om hoe stribbel ik mee. Dus die komen naar die sessies en de bijeenkomsten die je doet om de verandering te doen. Ik werk als docent bij een universiteit. Wat wij elke keer doen is ja zeggen. Vervolgens trek je de deur dicht en ga je weer doen wat je deed. Hè, omdat je denkt, dat is toch het beste. En even roddelen bij de koffieautomaat. Maar dus, het is dus ook niet makkelijk. Maar het begint er wat mij betreft wel mee dat, dat het voor management heel erg helpt om aan te sluiten bij die betekeniswolken die er zijn. Ja. En te zoeken van, waar zitten de wolken, de mensen die, zeg maar, net zo inzitten als ik.
Het heeft veel meer zin om daar aan te sluiten. En daar heb ik ook een plaatje over. Dat gaat over een voetbal. Dat is een voetbalveld. Ja. En daar komt ook omdat ik een beetje voetbalsupporter ben. We zien het nu inderdaad. We zien een voetbalveld. Maar dat voetbalveld staat helemaal schuin. Ja, het gaat schuin. Maar dat staat voor mij symbool voor. Je kunt het wel, wij noemen dat een uphill battle voeren. Dus waar het moeilijk zit en omgaan met wat we net weerstand noemden. Maar je zou ook kunnen zeggen, waar kan ik nou aansluiten bij waar mensen er net zo in staan als ik. Hè? Dus dat voetbalveld sluit aan waar het goed gaat. Of waar het gaat bij jouw visie aansluit. En maak dat groter. Geef dat meer aandacht. Waardoor dat, als het ware, meer mensen die betekenis gaan geven. Hey, dat is interessant. Ja. Dat is heel mooi dat je dat zegt. Dat sluit heel erg aan ook bij die metafoor. Als je dat boek leest, zul je ook zien dat een van de aanbevelingen is bij het emotionele brein. Je moet de olifant motiveren, maar daarvoor moet je juist de lichtpuntjes gaan zoeken. Je moet echt die positieve energie gaan creëren. Ja. En dan ga je mensen meekrijgen. Ja. Dus ga eerst daar je energie op focussen. Ja, eens. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Nog even naar dit boekje, want we hadden het er net eventjes met onze gast via Zoom. Maar wat is nou het resultaat voor jullie geweest van dit hele traject? Wat is voor jou het positieve resultaat? Nou ja, als je kijkt naar de cijfers, hè, dat is meer het harde resultaat. Ja. Zie je dat bepaalde regelingen echt meer zijn aangevraagd. Dat zijn voornamelijk de regelingen die ook wat laagdrempeliger zijn. Dus inderdaad, vergoeding voor sporten voor kinderen of het participatiefonds. Dat is voor leuke uitjes of ook voor sporten voor volwassenen. Dus dat is de harde kant. En we zien dat bereken nu recht. Dat is een manier of een tool om uit te rekenen of je recht hebt op regelingen. Ja. Die lichten we ook echt uit in de gids, echt heel vaak. Want we willen gewoon dat mensen dat. We zouden graag willen dat mensen dat gaan checken. We zitten nu al bijna op het niveau van heel 2023 in mei. Ja. Hoeveel mensen dat hebben ingevuld. Dus dat is de harde kant. Ja. Maar wat ik persoonlijk het allermooiste hierin vind, en dat kwam eerder ook al terug, is vooral de energie die je als netwerk hebt gecreëerd. En echt het samenbrengen van mensen en ook. Partners die helemaal niet in je hoofd had zitten als dat zijn logische mensen, maar die toch heel nuttig blijken. Bijvoorbeeld, ik had iemand aan de lijn bij een evaluatierondje en zij doet veel in primair onderwijs. En ze zei, ik heb altijd gidsen in mijn tas en ik was laatst bij de kapper en daar heb ik het ook gewoon neergelegd. Oh ja. Dus dan ligt dat bij de kapper of iemand zegt, ik heb het meegenomen bij de kringloopwinkel of bij de mini-bieps neergelegd. Maar Tessa, wat jij zegt, hè? Sorry dat je onderbreekt. Nee, mag maar wat ik heel goed vind is, kijk, je hebt het over de mensen in het netwerk. En dat is denk ik wel een heel belangrijk als je het over ontwikkeling en verandering hebt. Het gaat niet om partijen, het gaat niet om organisaties, het gaat om de mensen die in die netwerken samen tot iets zijn gekomen. En dat helpt ons denk ik ook om meer zo te bedenken. En niet van hoe kunnen partijen samenwerken, die werken niet samen. Net als dat de organisaties niet bestaan. Nee, en als je zo gaat denken. Het gaat dus over met wie sluit jij aan, met wie doe je het. Ja. En dat helpt ook in onze eigen organisaties van met wie kan ik nou iets een bondje sluiten of mijn netwerk vergroten of ideeën gaan realiseren. En is dat dan ook iets waar je tevredenheid over een verandering uiteindelijk kan leggen? Dat je kan zeggen, als we nou tevreden zijn over deze verandering, is ook dit bereikt? Hebben we ook die bondjes gelegd? Hebben we ook die? Ja, ik zou het andersom formuleren. Ja? Dus doe maar. Nee, dat je met elkaar dus bezig bent in dialoog te zijn, connectiviteit te creëren. Mm. Waardoor je automatisch andere resultaten gaat organiseren. Ja. Ja. Dat is volgens mij wat hier gebeurd is. Ja. Dus die mensen gaan elkaar vertrouwen en die gaan dan samen. Dus goodwill ook, hè? Je moet ook een goodwill hebben. En dat vind ik wel, als ik het nog mag zeggen. Dan gaan we naar de kijkersvraag. Ja, maar over vertrouwen gesproken. Wij spreken heel makkelijk over vertrouwen creëren en zo. Maar vertrouwen is volgens mij echt een output variabele dat ontstaat op het moment dat je met elkaar een heel proces hebt doorlopen. Juist door dat en proces. En dan Senji die zegt dat heel mooi van, als je meer ruimte geeft, dan hebben mensen meer mogelijkheden om te pielen. Hè, de wetenschappelijke term pielen. En daardoor krijgen ze meer resultaten. En doordat ze betere resultaten creëren, krijg je weer meer ruimte van je manager bijvoorbeeld. Dus dat is een positieve loop. Maar die werkt ook andersom. Dus op het moment dat laat maar zeggen, je mijn vertrouwen afneemt, krijg je minder ruimte. Mm-hmm. Heb je minder ruimte om te pielen. En krijg je dus weer minder kans op goede resultaten. Ja. Dus dat vertrouwen is een heel ingewikkeld proces. Ja. En dat ontstaat in zo'n heel traject. En daarom heeft het ook tijd nodig, wat jij zei. Ja, dus daarom ook mijn advies zou zijn, kijk niet alleen naar de meetbare resultaten. Want vertrouwen is niet meetbaar. Of zo'n informeel netwerk is ook niet altijd meetbaar. Nee. Maar neem dat ook zeker mee in een evaluatie van zo'n gids. We hebben ook een evaluatie opgesteld voor de wethouder en voor de raad. Natuurlijk de hardere kanten, de aanvragen en de resultaten van de social media campagne. Maar doe ook gewoon eens een belrondje van hoe wordt het ontvangen. En dat is eigenlijk veel, in mijn optiek, nog waardevoller. Ja. Dus niet alles hoeft in cijfers te worden uitgedrukt. We gaan, ik kondig het al aan, we gaan naar een kijkersvraag die we binnen hebben gekregen. En daar gaan we nu naar luisteren. Wat ik merk binnen de overheid is dat wij juist proberen om het zo goed mogelijk en zo secuur mogelijk te doen voor de burgers en bedrijven. Keerzijde daarvan is dat we ons misschien wat verschuilen achter het is maar een advies als we elkaar om raad vragen.
Mijn vraag is, hoe kunnen we dat omzetten naar iets meer daadkracht, lef misschien, om die burger ook de dienstverlening te geven die ze verdient? Ja, hoe kunnen we nou zorgen voor in zo'n organisatie dat mensen meer daadkracht hebben, niet alleen maar bezig zijn met adviezen geven? Ja. Ja. Nou, zij noemt het de keerzijde. Ik denk dat het een en-en is. Zit ik me zo te bedenken van, kijk, je hebt het wel met elkaar over, je doet al je best. Ik geloof er echt in dat professionals zitten er allemaal om het beste te doen voor hun mensen. Ja. En tegelijkertijd, ja, we hebben wel veel advies en zo met elkaar, maar dat zijn de processen die we vormgeven. In die praktijk zie je dat, dat volgens mij, als wij dat die gesprekken zouden voeren met elkaar en met dat je verbonden blijft met, laat maar zeggen, de mensen om wie het gaat. En dat je dan op een goede manier bezig bent. Ik had een mooi voorbeeld van een NS-directeur. Die ging elke week ging die met de machinisten en de conducteurs ging die mee. Gewoon ging die een dag mee op de trein. Ja. Toen zei ze van, heb je daar wel tijd voor? Heb ik daar wel tijd voor? Dat is de verbinding met het primair proces. Daar haal je op wat er speelt. Daar is wat belangrijk is. En ik denk dus, als het hierover gaat, probeer gewoon heel verbonden te blijven met voor wie je het doet. Dus gewoon door daarmee in contact te zijn. Dus misschien is dat een antwoord. Tess en ik hadden het in ons voorgesprek ook een beetje daarover. Hè, van dat je toch vaak ziet dat die afdelingen maar in op een afdeling blijven zitten, met elkaar in een bepaalde bubbel dingen aan het ontwikkelen zijn. En eigenlijk zeg je, nee, je moet die verbinding zoeken met die praktijk of waar je mee bezig bent. Het haakt ook wel aan wat jij eerder zei over vertrouwen, die loop. Dat je moet ruimte geven. En ik denk daadkracht. Ja, ik weet niet wat de precieze situatie is, maar het klinkt ook wel als mensen misschien niet durven om die ruimte te pakken. Dus misschien is daar ook nog wel iets in te doen om te kijken hoe zorg je ervoor dat we meer ruimte ervaren om ook echt in de actiestand te gaan. Of is dat afrekencultuur misschien? Is dat wantrouwen vanuit management? Is dat toch onzekerheid vanuit werknemers? Ja, dat kan van alles zijn, maar ik zou heel goed kijken van, waar komt dat, denk je, vandaan, die aarzeling? Ja, en misschien is ook nog een deel van, dat is een goede, de antwoord kan ook nog een deel kunnen zijn van dat we het niet zo goed waarnemen, omdat we er niet naar kijken. Hè. Dus wij hadden het straks even over, als je dan die traject voor de bühne hebt en tegelijkertijd veranderfonteintjes, dus mensen die bezig zijn. Wij zeggen eigenlijk, heel vaak zijn de ontwikkelingen al lang in je organisatie gaande, maar wil je het zien? En dat is in dit kader van belang, hebben we de taal met elkaar om het te kunnen zien. Ja. Als we alleen maar in managementtaal praten, jij zei ook, hè, de afdeling, hè, die zit alleen maar op de afdeling. Ja, maar, dat is al managementtaal. Maar waar zitten mensen? Dus als, door het niet als afdeling te zien, maar als een hele groep mensen met allerlei verschillende belangen en behoeften, dan ga je misschien ook andere dingen zien. Dus ik denk dat het er al heel veel mensen daadkrachtig bezig zijn. Maar kun je het zien en kun je daarbij aansluiten? Ja. Ja. Mooi. Ja. We hebben ook nog een vraag van Marloes binnen. En Marloes zegt, ik ben juist ook zo benieuwd naar de legitimiteit van een verandertraject voordat het besluit genomen is. Hoe kom je tot betekenisvolle veranderingen die vanuit daar eigenlijk gaan landen? De hoe-vraag vind ik daar een lastige in. Kijk, wat wij zien als je het hebt over legitimatie, kun je legitimatie op een heleboel manieren krijgen. En dat is vooral in publieke organisaties volgens mij aan de hand. Wij noemen dat de talk, de decision en de action. Namelijk, je kunt het over dingen hebben zonder ook nog beslissingen erover te nemen. Dus met elkaar over iets hebben kan leiden tot een mate van legitimiteit. We vinden het van belang, er ontstaat een proces, er ontstaat connectiviteit. Je kunt ook decisions, je kunt besluiten nemen over wat gaan we doen. Dat wil nog niet zeggen dat je het ook uit hoeft te voeren. Mm-hmm. En daar spelen veel publieke, wordt in publieke organisaties veel mee gespeeld. Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld in een gemeente zou ik kunnen zeggen, je kunt een heel democratisch proces over burgerparticipatie vormgeven. Maar dat kun je zo vormgeven dat het minimaal 2 jaar duurt. He, omdat het democratisch moet en alles. Waardoor je dus niet hoeft te besluiten en ook niet hoeft te beslissen. Maar het kan wel bijdragen aan legitimatie. Het punt is, dat weet je niet echt van tevoren. Snap je? Dus dat is een ingewikkeld proces. Van wanneer wordt iets legitimatie? Ja. Maar wat wij wel zien is, dat op het moment dat in de organisatie, daar mensen die daarmee bezig zijn, dat die verbinding zoeken met die doelgroepen of de belanghouders erbuiten. Dus nogmaals, die connectiviteit, dus wat jij daar in die netwerken creëren, dan vergroot je dus daarmee wel de legitimatie. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat het dus ook gebeurt. Dat het een ingewikkeld proces is, daar zijn we vandaag wel over uit. En ik weet zeker dat we in de samenvatting die we altijd maken op de website, dat we dat allemaal nog eens mooi onder elkaar gaan zetten, want er zijn heel veel termen hier over tafel gegaan. Ja. Maar zoals altijd sluiten wij af met de gouden tip van onze gasten. En dan begin ik, en hou het kort. Ja, ik zeg het vooral tegen jou. Nee hoor. Laten we met jou beginnen, Mario. Een hele korte gouden tip. Ja. Maar mijn tip komt dan uit dat tweede perspectief wat ik zei. Het complexiteitsperspectief. En dat
Het is eigenlijk van, wij hebben wel macht over ons eigen handelen, ja, maar niet over het effect ervan, over het resultaat ervan. Omdat we menselijk gedrag niet kunnen bepalen. Dus dat geeft mij ook een soort relaxedheid. Van, hè, ik ben verantwoordelijk voor mijn handelen en ik doe dat op een bepaalde manier. En dat zo goed mogelijk. Maar ik kan niet bepalen dat jij vervolgens ook dat gedrag gaat vertonen wat ik graag wil. Prachtig, dat... mooi. Ja. Ja, okay, dan, ja. Dankjewel. Ja. Nee, het was niet om je af te kappen, maar ik vond Tessa. Ja, ik zou toch echt zeggen, eigenlijk 2 adviezen in 1. Neem de tijd. Dus vraag ook echt die tijd aan de hogere lagen waar je naar moet verantwoorden. Soms, we hebben tijd nodig om dit in gang te zetten. En betrek echt anderen. Want als gemeente kun je heel veel dingen, eigenlijk niks, kun je echt alleen. Ja. Dus dat zou echt mijn advies zijn. Ja. Dank jullie wel. Er is heel veel besproken vandaag. Ik ben enorm geïnspireerd geraakt. En ik hoop jullie ook met het kijken. Heb je nou toch nog vragen en denk je, oh, ik zou wel in contact willen komen met deze sprekers hier aan tafel? Dat kan altijd. We sturen graag je mailtjes aan hun door. Je kan mailen naar directduidelijktour@gebruikerscentraal.nl. Ik wil ook iedereen bedanken voor alle vragen die tijdens dit webinar weer zijn gesteld en je deelname aan de chat. Dank jullie wel daarvoor.